Het project, the construction of three facilities within the area of the Anton de Kom University Suriname, is in volle gang. Dit project houdt in dat er studentenflats gebouwd zullen worden aan de Leisweg. We namen een kijkje in de flats. Het project wordt in vier fasen uitgevoerd. Het streven is om de eerste fase eind september 2018 op te leveren. In deze fase worden twee studentenflats opgezet. Een van de gebouwen telt drie verdiepingen en heeft 70 kamers waarin twee studenten kunnen logeren. Het tweede gebouw heeft vier verdiepingen. De kamers van dat gebouw kunnen vier studenten herbergen. De kamers zijn voorzien van airconditioning en warm water en zijn volledig ingericht. Elke verdieping beschikt over een publieke ruimte waarin studenten kunnen samenkomen. Binnenkort kunnen meer dan 300 studenten opgevangen worden in deze twee studentenflats, zegt minister Patrick Pengel, die op locatie voor oriëntatie op bezoek was. Deze ruimtes zijn al afgebouwd en voor het grootste gedeelte ingericht. Behalve de twee studentengebouwen komen in de eerste fase ook een cafetaria, restaurant, een laundry room en een minishop met daarin een kantoorruimte. Het project wordt uitgevoerd door het aannemingsbedrijf LR Group Italy, die samenwerkte met lokale aannemers. De directievoering ligt in handen van Sunecon, raadgevend ingenieursbureau. Dit meldt het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie in een persbericht.